Goedemiddag dames en heren, ik zit hier met burgemeester Prik, wethouder Thijssen en Jaap Modder, voorzitter van de stadsregio, op een draaizine in de gemeente Groesbeek. En je kan hier naar Kranenburg en naar Kleve. Hoeveel kilometer is Kranenburg? Kilometer of 6. En Kleve? Daarna nog een kilometer of 8, 9. Dus dat is een pittig stuk als je het in één keer zou willen doen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan kijken wat zijn de thema's die in Groesbeek spelen, waar de stadsregio ook een rol in speelt. Maar eerst gaan we een stukje fietsen, denk ik. Take a baker's dozen to get my point to you. Would it take a half a pound to roll that joint for you? Nou, we rollen hier heel langzaam bergen afwaarts en hier wordt gebouwd. Wat wordt hier gebouwd van nou die tijd? Ja, een nieuw gezondheidscentrum voor Groesbeek. En daar komt alles bij elkaar: apotheek, huisartsen, fysiotherapie. De NEM krijgt er ook een kantoor, het maatschappelijk werkenstad. Daar worden ook een aantal woningen gebouwd, waaronder zorgwoningen voor Plurijn. Plurijn is een heel grote instelling in Groesbeek voor verstandelijk gehandicapten. We zijn erg blij met deze concentratie van voorzieningen zo dicht bij het centrum van Groesbeek. De bouw heeft wel enige vertraging opgelopen, geloof ik, de archeologische vondsten. Dat klopt, het heeft inderdaad even geduurd, het heeft daardoor wat vertraging opgelopen. Maar het was ook wel de moeite waard en we wisten ook dat dat archeologisch gezien een zeker risicogebied is. Dus daar was ook in zekere zin een beetje rekening mee gehouden. Nee, maar wat zijn het? Hier zijn Romeinse vondsten. Okay. Ja. Romeinse grafveld. Het is een heel groot grafveld geweest. Aan weerszijden van de spoorlijn. Ja, de spoorlijn lag er toen natuurlijk nog niet. Maar dat lijkt toch een behoorlijke omvang gehad te hebben. Zojuist zijn we langs het centrum gekomen, waar ook het een en ander gaat gebeuren aan veranderingen qua bouw en centrumplan heet dat? Ja, daar zijn we in Groesbeek al heel lang mee bezig om de winkels in het dorp te concentreren, zodat ze ook echt elkaar versterken. En de bedoeling is dat daar ook nogal wat woningen gebouwd gaan worden. Er gebeurt heel wat in Groesbeek. Is het de bedoeling dat Groesbeek gaat groeien? Nee, we zijn blij dat door de productie en de woningbouwplannen die we hebben, die gerealiseerd gaan worden, dat we daarmee een zekere instroom van mensen van buiten kunnen krijgen. En daardoor en daarmee ons inwoneraantal dat al jarenlang zo rond de 19.000 à 20.000 is komen, dat we dat op dat pijl kunnen houden. Okay. Gebeurt dat allemaal in afstemming met de stadsregio? Ja, dat gebeurt allemaal in afstemming met de stadsregio. Je krijgt in deze regio langzamerhand wat verschillen in tempo. Hè. Gert Prik ook zei, hier stabiliseert de groei. En waar je over praat is eigenlijk kwalitatieve toevoegingen. En een heel klein beetje groei om te zorgen dat het bevolkingsniveau op peil blijft. En dat daardoor voorzieningen ook kunnen blijven functioneren zoals ze nu functioneren. Jaren geleden in het begin van de stadsregio, toen gekeken werd naar de grote uitbreidingslocaties, is ook naar locaties in Groesbeek gekeken. Ja. Maar toch de conclusie getrokken dat dit buitengebied te waardevol en te kwetsbaar is om daar echt grootschalige woningbouwprojecten te realiseren. Ja. Okay. Ja. Misschien moeten we weer een stukje fietsen, want het is best koud. Meestal doen ze dit in de zomer, denk ik, op zo'n draaizine. Ja, van zo ongeveer van april tot oktober. Okay. Ja, dat is het draaizine seizoen. Als we een beetje doorfietsen, kunnen de jassen zo uit, hoor. Ja, jawel, jawel. All my letters to the will to be. Or should I say return to senders just a will be done? Or should I better not take it so personally? If all the good loving is never received, baby, if it was me, well, I wouldn't think twice. We zijn hier bij de Huzelhof. Een terrein wat helemaal ontgonnen wordt voor woningbouw, klopt dat, meneer Thijssen? Ja. En iets meer dan 100 woningen worden hier gebouwd. Hier gaat een heel gedifferentieerde woonwijk ontstaan. Dicht bij het centrum van Groesbeek. Een zogenaamde 50-50 locatie heet dat
en bestuurdersjargon. Dat betekent dat 50% van de woningen tenminste beneden de 172.000 euro vrij op naam gebouwd gaan worden. En dus ook heel goed bereikbaar zijn voor starters. Een belangrijk project voor Groesbeek. Maar alles wordt met de stadsregio overlegd? Nou ja, zeker. Maar het is niet zo dat we dat nou van bovenaf opleggen. Die contouren, die hebben we ook met z'n allen getrokken. Samen met de gemeente, samen met de corporaties. En waarom hebben we dat gedaan? Om zeg maar duidelijker de stedelijke uitbreiding te begrenzen en te zorgen dat deze regio blijft wat mooi maakt, namelijk groen. Ja. Dus het gaat er juist om de groene ruimte te behouden en om binnen de contour zoveel mogelijk wat te verdichten. Maar het lijkt me wel lastig om nog... Ja, dat zijn projecten die moeten toch heel lang meegaan. Dus je moet wel 10, 20, 30, 40 jaar vooruit kunnen kijken. Ja, nou ja. Dat Groesbeek blijft wat het is. Ja. Want dat is de bedoeling. Ja, ja, maar dat geldt natuurlijk voor alle woningen. Woningen staan in Nederland gemiddeld zo'n 80 jaar. Dus wat je hier bouwt, dat moet lang mee. Dat kan ook niet anders. Maar ik weet zeker dat als je hier naar kijkt naar de kwaliteit van dit plan ook, dat dit plan lang mee kan. Ja. Dit is op een prachtige locatie. Ja. Ik heb het nog niet gezegd, maar Groesbeek is natuurlijk niks te nadelen van alle andere gemeenten. Maar dit is natuurlijk een van de mooiste plekken van de regio. Ja. En zijn hier veel mensen die in Nijmegen werken? Die in Groesbeek wonen? Ja, dat is zeker zo. We hebben op zichzelf wel voor een gemeente van deze omvang wel een groot aantal arbeidsplaatsen in de gemeente zelf. Dat is, heeft ook zeker te maken met het feit dat we, nou, je ziet het hier nog in deze kant, wel een paar industriële bedrijven hebben die van redelijke omvang zijn. En vooral ook installatiebedrijven en bedrijven in de bouwnijverheid. Maar daarnaast ook een behoorlijk groot aantal zorginstellingen van allerhande aard die veel werkgelegenheid creëren. Maar daarnaast zijn er natuurlijk toch een behoorlijk aantal mensen van de Groesbeekse beroepsbevolking die buiten deze gemeente werkzaam zijn. En ja, vooral richting Nijmegen en verder ook. Universiteit, UMC. Ziekenhuis natuurlijk. Maar ook verderop. En zeker ook onze bouwvakkers die tot ver in het land, tot in de Randstad en ook richting Duitsland hun werk verrichten. Oké. We staan hier bij een bedrijventerrein. Wat voor bedrijventerrein is dat? Het is bedrijventerrein Mies. En we zijn bezig met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Hier rechts van ons is het laatste stukje weiland nog zichtbaar. Het is de bedoeling dat dat binnen een paar jaar ook bebouwd wordt met bedrijven uit Groesbeek zelf. Het zijn eigenlijk allemaal plaatselijke bedrijven die een plek krijgen op dit terrein. Kijk, we hebben natuurlijk een tijd gehad en die is achter ons. Dat we heel veel nieuwe bedrijventerreinen maakten en op de plankaart zetten. En de komende decennia zal toch vooral gaan om het kwalitatief op peil houden van bestaande terreinen. En ze te herstructureren en ze geschikt te maken voor de 21ste eeuw. Okay. Ja. We staan hier ook bij de Rondweg. Want er is nog wel een probleem met het verkeer wat door Groesbeek heen gaat. Nou ja, deze rondweg heeft een tweeledige functie. De allereerste ontsluiting van het bedrijventerrein dat u hier ziet. Maar ook een functie om het verkeer door het centrum te weren. En dat het centrum te ontlasten door het verkeer te proberen te geleiden hier over de rondweg. En aan de andere kant is de ontsluiting naar de A73 een probleem, omdat we of via de bebouwde kom van Mook moet met het verkeer, of over een route door het bos die daar eigenlijk ook niet voor geschikt is op dit moment. Nou, we hebben met... En dat is voor het woonwerkverkeer? Dat is voor het woonwerkverkeer van belang, maar vooral ook voor de ontsluiting van Groesbeek en de ontsluiting en de betekenis voor dit bedrijventerrein, het vrachtverkeer. Ja, dus economie. En voor de lokale economie van buitengewoon groot belang. In de hele regio zijn allerlei projecten en trajecten die van belang zijn. Dus dan moet de stadsregio een afweging in maken? Ja, wij niet alleen, maar ook andere overheden. En ik denk dat je kunt zeggen dat dit een hele mooie oplossing zou zijn. Maar het is wel een oplossing voor de lange termijn. Heeft u nou ook veel overleg met Kranenburg, met Duitsland? Ja, zeker. Grensoverschrijdend overleg? Nou ja, dit Trajine-project is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, het lijkt me voor de toekomst, de samenwerking met Duitsland economisch ook echt interessant. Ja, dat is zeker.
moet ook verder uitbouwen. En nou, we hebben eigenlijk al zo'n 20 jaar toch regelmatig overleg met het gemeentebestuur van Kranenburg. Dat loopt erg goed. We verstaan elkaar behoorlijk goed. En als we er niet uitkomen, praten we gewoon dialect. Want dat is aan de weerszijde van de grens bijna hetzelfde. Ja. We gaan weer een stukje fietsen, want we krijgen het koud. Ze schijnen hier wijn te verbouwen, dus het moet hier ook warm kunnen zijn. Ja, het schijnt hier warm te kunnen zijn, maar ik zet mijn put op. Want ik vind het nu wel erg koud worden. We gaan even kijken naar beelden van een zomers groesbeek. Gelegen tussen onder meer Nijmegen, Limburg en Duitsland, spreekt Groesbeek velen tot de verbeelding. Toeristen wanen zich er in het buitenland door het heuvelachtig en bosrijke landschap. Hardlopers, wielrenners en voetballers brengen er hun sportieve uurtjes door. Maar ook vele cultuursnuivers zijn te vinden in en rond de musea. Internationaal vermaard vanwege de Tweede Wereldoorlog en de vierdaagse afstandsmarsen. De kleine 19.000 inwoners van Groesbeek wonen op een oppervlakte van zo'n 44 vierkante kilometer. De gemeente maakt deel uit van de stadsregio Arnhem-Nijmegen en kent naast het grootste dorp Groesbeek enkele kleine dorpen en buurtschappen. Berg en Dal, Heilig Landstichting, een gedeelte van Beek-Ubbergen, De Horst en Bredeweg. Kenmerkend zijn de heuvels. Het resultaat van opstuwing van het landijs in de voorlaatste ijstijd. En dat is alweer 200.000 jaar geleden. Groesbeek ligt in het bekken van deze stuwwal. Omgeven door de bossen van het Duitse Reichswald. Boswachterij Groesbeek, de Sint-Jansberg en de Duivelsberg. Het laagste deel is bekend als De Bruk. Een 80 hectare groot natuurreservaat van Staatsbosbeheer. De zeldzame blauwgraslanden genieten landelijke bekendheid onder natuurliefhebbers. Groesbeek kent net als grote broergemeente Nijmegen een lange geschiedenis. Opgravingen toonden aan dat de Romeinen zich hier al ophielden. Zo zijn in Berg en Dal Romeinse potten en pannen aangetroffen. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft er zijn sporen nagelaten. Na de landing van duizenden parachutisten op 17 september in het kader van operatie Market Garden lag Groesbeek maandenlang in de frontlinie. Cultuurminners en sportfanaten kunnen in Groesbeek hun hart flink ophalen. Jaarlijks bezoeken vele toeristen het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Museumpark Orientalis, het Afrika Museum of de Canadian War Cemetery. Wielrenners oefenen klimmend en dalend voor hun gedroomde Tour de France deelname. Wandelaars en hardlopers bereiden zich ervoor op hun deelname aan de Zevenheuvelenloop of op de Vierdaagse. Maar Groesbeek ademt sportief gezien vooral veel voetbal uit. Maar liefst 6 amateurclubs kent de gemeente, waarvan de Treffers, Achilles 29 en Germania landelijk gezien het meeste van zich doen spreken. Het sterk Rooms-Katholieke verleden is misschien wel het meest terug te vinden in hoezeer de carnaval er leeft. De gemeente kent niet minder dan 180 carnavalsverenigingen. Ander vertier is er met name ook voor de jeugd. Wekelijks bezoeken jongeren uit de wijde regio discotheken De Hoeve en De Linde. Groesbeek, een gemeente die de moeite van het aandoen meer dan waard is. Nou, we zijn even afgestapt van de draaizine en we zitten hier heerlijk warm in Wijnhoeve de Heikant. En ik wil het eigenlijk even vragen, wat was dat spoor eigenlijk waar we net op zaten? Dat was de verbinding tussen Nijmegen en Kleef. En een jaar of 20 geleden heeft hier de laatste trein gereden. En sindsdien ligt het spoor er ongebruikt, totdat wij 3 jaar geleden begonnen zijn met dat draaizineproject waar we zojuist inderdaad gebruik van hebben gemaakt en zijn afgestapt. Is dat een succes ook voor de toeristen? Ja, het is een fantastisch succes. Het bedrijfsplan is destijds gemaakt op een schatting van 15.000 gebruikers. En de laatste 2 jaar is het aantal passagiers dat van de draaizine gebruik gemaakt heeft 35.000 geweest. En het eerste jaar zelfs 40.000. Okay. Maar er zijn ook mensen die spoorlijn weer in ere willen herstellen. Of in ieder geval als spoorlijn willen gebruiken, heb ik begrepen. Ja, je hebt van die zonderlingen.
Vind je dat soort dingen? Ja, nee, ik kan me op zich heel goed voorstellen dat je zegt, de spoorlijn ligt er, waarom gebruiken we hem niet waarvoor hij is aangelegd? Als gemeente Groesbeek hebben we daar toch wat bedenkingen tegen. Omdat we zeggen van, ja, je kunt het geld wat je te besteden hebt in het kader van het openbaar vervoer maar één keer uitgeven. Groesbeek heeft prima busverbindingen met name Nijmegen. En we zijn bang dat we die zouden verliezen of dat zou verschralen als de trein weer gaat rijden. We zijn er met z'n allen mee bezig. We doen op dit moment met behulp van Europese fondsen een onderzoek naar het reactiveren van dit stukje traject. Dat doen we ook op een aantal andere plekken in Europa. En we hopen vooral van elkaar te leren. Wat we nu concreet doen is een haalbaarheidsonderzoek. Dat zal in februari volgend jaar gepubliceerd worden. Maar het idee is toch om een tramachtig ding te laten rijden op dat spoor. En daarmee Nijmegen weer te verbinden met Kleve. Nou, er zijn, zoals Jacques al zei, verschillende opvattingen over. Bijvoorbeeld de Radboud Universiteit is een groot voorstander, omdat er nu ook een hogeschool is in Kleve. En het grensoverschrijdend verkeer enorm toeneemt. Kleve is er natuurlijk ook voor. Kranenburg is er misschien nog meer voor. Dus de opvattingen aan die lijn over de vraag of dit nou verstandig is, die liggen nogal uiteen. Maar het leuke is dat dat onderzoek wat straks uitkomt, dat maakt het mogelijk om het gesprek ook echt te voeren met alle partijen. En daar zie ik wel naar uit. Oké. Dus zijn wij, wij ook. Ja. Want het komt natuurlijk inderdaad ook aan op het wisselen van de argumenten. En ik heb wat andere opvattingen ook over de gedachtegang in Kranenburg en Kleef. Jaap veronderstelt dat daar groot enthousiasme is. Laat ik zeggen dat ik op zijn zachtst gezegd dat wat nuanceer. Ja. Maar behalve dat het inderdaad voor Groesbeek geen enkele meerwaarde heeft, is het inderdaad de meer fundamentele vraag. Moet je tientallen miljoenen gaan investeren in, laten we zeggen, het weer herstellen van de infrastructuur om die trein te kunnen laten rijden, in welke vorm dan ook? Of kun je niet veel beter, gelet op het vervoerspotentieel, komen tot upgrading van de bestaande busverbindingen, die natuurlijk veel fijnmaziger is op zichzelf ook. Maar denk ook aan het toeristisch verkeer. Want het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar het feit dat die draaizine dus zo goed werkt, zo goed functioneert, 30.000 passagiers, 40.000 passagiers, geeft ook al aan dat er een potentieel is voor toeristisch gebruik van zo'n lijntje. En daar heeft Groesbeek natuurlijk ook baat bij. Hè? Ja. Moet je voorstellen dat er hier straks een stop komt op dat lijntje om even uit te stappen om een glaasje wijn te komen drinken op een wijngaard. Tja, ik denk dat de eigenaar van deze hoeve daar geen verkeerd idee vindt. Nee. Maar trekt Groesbeek veel toeristen? Ja, en steeds meer. Om een idee te geven, we hebben zo'n ruim 200.000 toeristische overnachtingen per jaar in Groesbeek. En dat is de laatste jaren absoluut behoorlijk gegroeid. En daarnaast is Groesbeek natuurlijk in zijn toeristisch aanbod ook wel een gemeente waar met name ook veel dagtoeristen naartoe komen. Omdat we natuurlijk een gebied hebben, een buitengebied hebben, dat zich uitstekend leent voor prachtige wandelingen te maken. En een aantal interessante musea. Zeker. En dat geheel maakt dat het een heel interessant toeristisch gebied is en met een grote aantrekkelijkheid. En Groesbeek zet ook nog in op uitbreiding daarvan? We zetten absoluut in op versterking van het toeristisch aanbod. En proberen ook met name de kwaliteit van het toeristisch aanbod tenminste in stand te houden, te vergroten. En ook mee te gaan in, laten we zeggen, wat de markt in dat opzicht ook vraagt. Hoe komt het nou dat in Groesbeek wijn is? Het is eigenlijk, denk ik, min of meer bij toeval ontstaan door iemand die inmiddels een jaar of 10 geleden het initiatief nam. Eigenlijk hobbymatig, na zijn actieve beroepsleven te hebben afgesloten, begon met wijn te verbouwen. Wel meteen in de gaten had dat daar ook wel toeristisch wat mogelijkheden in zaten. Al heel snel begon met het organiseren van excursies op kleine schaal. En gaandeweg zijn areaal heeft uitgebreid, gaandeweg zijn productie heeft uitgebreid. Ook een aantal andere agrariërs in de gemeente, een stuk of zes, enthousiast heeft weten te krijgen om ook met wijnbouw aan de slag te gaan.
Ja, zo is het in de loop van de jaren toch behoorlijk uitgegroeid. Inmiddels een 10 hectare hier in Groesbeek aan wijn verbouwd wordt. Ja. Maar ook een aantal, zeg maar, belendende activiteiten georganiseerd worden. Hè. We hebben het wijnfeest elk jaar. Met een mooi gala en mooie proeverijen. En er zit wat ons betreft nog veel meer potentieel in. En daar gaan we ook mee aan de slag. Ja, want u, meneer Muskens, u maakt deze wijn? Ja, 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 wij maken hier onze eigen wijn, van uit onze eigen wijngaard. En dat is een succes? Ja, we zijn 2 jaar geleden begonnen met onze eigen wijnen te maken. De meeste van onze wijnen zitten nog in de barriques en in de tanks, maar binnenkort worden die gebotteld. En ik heb begrepen dat zelfs met deze wijn de Europese markt bestormd moet worden, meneer Thijssen? Ja, nou, ik denk niet dat Groesbeek Bordeaux gaat concurreren. Maar het is natuurlijk heel aardig dat je wijn van Nederlandse makelij, die ook heel goed drinkbaar is, dat je die kunt aanbieden. Met name ook aan de toeristen. Heel goed drinkbaar, meneer Muskens. Is dat niet een klein beetje een belediging? Nou ja, smaken verschillen natuurlijk. Maar we kunnen natuurlijk inderdaad nog niet tegen de Bordeaux op. We zitten hier in een nieuw wijngebied. Dit is ook mogelijk geworden doordat er nieuwe druivenrassen zijn ontwikkeld. Dus met minder zonuren toch rijpe druiven produceren. Dan hebben we natuurlijk het klimaat ook in ons voordeel. Het wordt toch elk jaar een beetje warmer. Al zou je dat nou niet zeggen, maar het wordt toch elke keer iets warmer. En dat werkt in ons voordeel. Ja, maar economisch is het wel belangrijk voor Groesbeek? Economisch is het belangrijk als onderdeel van wat je dan het toeristisch product noemt. Ja. Het is ook eigenlijk vooral een nevenactiviteit van de verschillende agrariërs die het naast andere dingen doen. Net zoals René ook zijn boerenkamers verhuurt aan mensen die hier voor wat langere tijd verblijven. En dan is het juist heel aardig dat je dit ook kunt laten zien. Maar de stadsregio heeft ook weer een functie in dit hele wijnbegrip. Bureau Brussel, wat is Bureau Brussel? Bureau Brussel is ons loketje wat we in Brussel hebben geopend. En waarin we proberen zo goed mogelijk de belangen van de regio, maar vooral ook van het bedrijfsleven in de regio, te behartigen. En dat doen we niet alleen voor grote jongens, hè, zoals Heinz onlangs, waarmee we in Brussel zijn geweest. Maar we proberen ook te kijken waar we aan kunnen sluiten met kleinschalige initiatieven op Europese programma's. En in Europa zie je dus dat er een veel kleinschalige wijngaarden zijn. En daar kunnen bedrijven, als die van meneer Muskens, een voordeel aan hebben. Omdat ze daarmee zeg maar hun kennis op een wat groter vlak kunnen organiseren. Ja, nu heeft hier een schitterende locatie. Ja, prachtig terras. Het ziet er heel mooi uit. Ja, ja. Ja, dankzij de medewerking uiteraard van de gemeente. Ja. Hebben we op deze plek onze wijnchateau kunnen bouwen. Dit ook een beetje als aanvulling op ons bestaande bedrijf. Dus naast onze vakantiehuisjes, boerenkamers met het Groesbeekse woord. En ons aspergiebedrijf, die we hier allemaal in huis verkopen, leek ons dit een mooi stapje verder om ook onze eigen wijnen te promoten. En ook om ze hier zelf te kunnen bottelen. Het is prachtig en het ruikt heerlijk. Ja, en, ja, dus, we nemen een slok of moeten we terugfietsen? Ja. Gelukkig gaat het over spoor. Ja. 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 We kunnen niet slingeren. Nee. Santé. 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 Dit was een hele bijzondere aflevering, dames en heren. In Groesbeek waren we. We zaten op een draaizine. Het was bitter koud, maar gelukkig konden wij opwarmen in de wijnhoeven. We zien u graag terug bij de volgende aflevering van Stadsregio op bezoek bij. Proost. Proost. Proost.